Er was opa zijn was schipsjager aan de Dedensvaart. Hij trok daar de schepen samen met zijn paard. Het paard was zijn trouwe kameraad. Daar liep hij graag mee langs de vaart met het trekken van de schip. Dat is een liedje wat ik gemaakt heb over mijn grootvader. Ik was schipsjager aan de Dedensvaart. Ik ben geboren in Zwolle. Even kijken. Hier ben ik geboren. In het derde huis van de hoek af, op de grote kerkplein. 7 oktober 1933. In dit huis hebben wij gewoond. Het was in oktober 1933. En mijn vader die had de bovenwoning, had hij. En daaronder woonde een schoenmaker. En die had zijn bovenwoning verhuurd aan mijn vader. En daar heb ik mijn Heidelson gehad. Dan moest hij niet meer mee in de buurt komen, dan beet die Heidelson hier. Daar weet ik er nog van, ja, verder weet ik er niks meer van. En ik kom wel eens mensen tegen, die hebben hier gewoond. Die zeggen van, ik ken je wel, je hebt daar gewoond. Ik zeg, ja, maar ik ken jou niet. Dus ja. Als de kermis was op het grote kerkplein, kwam de kermisgasten water bij ons aan. Voor de biesten. Die mullen moesten bliem drinken. Dan kreeg ik vaak kaartjes, zodat ik voor niks in de drinkmullen kon. Ik zat daar bij school 5. Dat is de school aan de Bergstraat. Die school bestaat niet meer. Daarna ben ik naar de andere school gegaan en die school bestaat ook niet meer. Er zit nou van alles en nog wat in. Ik had veel hobby's voor. Volksdansen, fotoclub had ik. Met de Zwolse brandweer. Dialectclub. Bij de dialectclub heb ik het zoals een fotoboek mee helpen. Mijn naam is Henk Seijnen. Ik heb veel hobby's. Een van mijn grootste hobby's is het verzamelen van grammofoonplaten. Wat voor platen verzamelt u allemaal? Ik verzamel meestal LP's van 33 toeren met Hollandse muziek. Waarom Hollands? Hollands, ja, daar hou ik gewoon van. En dan selecteer ik ze altijd zo, dat bijvoorbeeld als ik denk dat liedje dat ken ik, dan wil ik de plaat hebben. Maar, omdat mijn vader vroeger ook ontzettend veel zong, heb ik er ook een klein beetje voorliefde voor. Want ik hoor nou bepaalde muziek en vooral omdat ik ook 78 toeren platen, die heb ik zelf niet zoveel van. Maar die verzamelen wel van, maar die zet ik weer op andere schijfjes. En dan hoor ik, als ik dan dat liedje hoor, dan denk ik, dan hoor ik mijn vader die ook weer zingen, dat hele oude liedje van vroeger. Als het zonnetje weer schijnt en de kou loopt op de neen, krijg je het heerlijke gevoel. Want op de meter blijft het verdwenen. Alles weg naar bos en zee, want dan is het weer oké. Dat is een hele bekende, die zong mijn vader vroeger altijd heeft. Is volle bosje, de zon op, het is zo fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Het is wel de zomer, ook niet oud en uit. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. En wil je niet opstaan, blijft er maar liggen. Moet je maar weten wat er van komt. Ja, ja, ja. Henk die heeft na zijn ambacht, dat hij naar de metaalbewerking heeft, hij bij de AVO in Hattem gewerkt. En van de AVO in Hattem is hij 5 jaar lang bij Kei en Kramer. Het is net andersom. Niet waar, een dakbedekking gegaan. En van de dakbedekking ben je gegaan naar die kachelsmid. Nee, dat was hoefsmid. Hier zat in de naderhoorlog Poppen. Poppen de smid. De binnenin hebben ze is veranderd, er zit een restaurant in. Maar er zitten nog hele oude dingen van vroeger zitten er nog in. Ik kan me herinneren, je hebt hier de Luttekestraat, dat ik op een groot paard, ik dacht dat die van de Zwarte was, die heette de Zwarte. Die had een sleeper, die zat in de Kamperpoort. En zat ik boven op mijn paard, kwam ik hier aan. En er was net kermis aan de gang. Allemaal mensen op de straat, bijvoorbeeld. En die gingen allemaal aan de andere kant en ik wof, wof, wof. Plof, 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 met een paard zo erdoor. En dat ging alles prachtig aan de kant. Dus dat vergeet ik nooit meer.
En als ik hier bezig was, dus stond ik hier de paarden zeg maar, de oeverzorgers af te halen, de rotsen af te knippen, stonden ze daar te fotograferen. Dat had je toen ook al. Hè. Dus ja, als er een paard binnenkwam, dan ging hij daar doorheen, door die deur, maar die zat er toen niet in. Ja. Het paard stond hier binnenin, hier tussenin, en met zijn voeten op die regels. En dan, als je erin zat, dan deden ze deze balletje voor. Ja. En dan had je nog, nog daarachter had je nog een pan, daar kon je de voeten van het paard opzetten. Zeg maar, dat was hier. Dan kon je de voeten van het paard opzetten. Nee, hier is dat. Die zitten er ook nog aan. Ja, die zitten er. Dit is allemaal een origineel man. Die zat het vuur, achter dezelfde vuur. Dus ja, deze oeverzorgers die hier liggen, dat waren allemaal oeverzorgers van, die van de paarden afkwamen. En daar stond er bij elk ding stond er een nummer bij, van Zwolle of de Zwarte of wat dan ook, stond erbij. En dan kon je zien, of als die dan weg was, dan ging die oude, die ging erop. En die nieuwe die hij gemaakt had, die ging over het paard. En toen moest ik onder dienst. Ik ging naar de bos, daar kreeg ik een opleiding van, moest mijn bruggen bouwen. Moesten we in bootjes op de rivier varen. Nou, en toen kwam er een keer de kapitein kwam naar voren op de binnenplaats. En die zei, jongens, ik heb een mededeling voor jullie. Jullie gaan allemaal hier weg. En die opleiding die je gehad hebt, die blijft zo. Maar jullie worden allemaal geneeskundig soldaat. En toen moest ik in één keer naar Ermelo. Daar kreeg ik een opleiding van geneeskundig soldaat in Ermelo, ja. Toen ben ik gegaan naar de Bronco. De Bronco was een haardenfabriek, die zat aan de Rietenweg. En daar kreeg ik allemaal, moest ik de raam lasten en weet ik wat. En ik was de chef. De chef van technische dienst. Toen jij daar bij de Bronco werkte, toen zei jouw vader, jongen, dat moet niet blijven. Solliciteer bij de PTT, want dan heb je een vaste baan. Toen zeg je, ja vader, bedankt, vaste baan, vaste armoe. Daar begin ik niet aan, maar jij hebt toch wel naar hem geluisterd. Hey, ja. Je hebt er 31 jaar gewerkt. Ja, ik ben hartstikke gek mee, want ik ben erachter gekomen. Want ik kreeg een algemene opleiding. En toen kwam er een plaats vrij. Bij de cel. Ten eerste hadden ze gewoon vierkante huisjes met drie ramen erin. Hier een raam, daar een raam, daar. Zo, zo. Ik zal even kijken wat er markeert. Ja, 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 ja. Even kijken, dat is goed. Dat is goed. Dat is ook goed. Dat is ook goed. Hé, hey. Er is geen geld meer in. Ik sta nu voor de vooringang van het museum van de PTT. Dat was een museum dat was door mensen van de PTT zelf in elkaar geplant. Overal spullen voor. En die gebouw stond van onder tot boven aan toe, vol met allerlei apparatuur van alle afdelingen van de PTT. Dit is het gebouw waar ik meer dan 30 jaar gewerkt heb. En dit is de grote ingang van de hoofdingang, maar die heb ik nooit gebruikt. Alleen dat de belangrijke personen kwamen, die mochten niet erin doen. Ik heb nooit als gezien dat, ja, weer niet gebruikt. Soms hangen we aan de telefoon draaien, dan maken we niet stuk. De Billytorstraat. En dat hebben we gewoond vanaf voor de oorlog tot aan de oorlog, tot 1944. In de oorlogsjaar ben ik hier, zijn we begonnen. We gingen in 1944 gingen we hier weg. Nou nee, mijn schoonouders ook weggekend. Sluiter. Ja, Van Heersel woonde hier. Ja, nou, Van Heersel, ja. 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 En ik ben hier nog altijd, ik woon in het huis van mijn schoonouders. Ja, ja, ja. En in de ja, 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 ja.
Oh, in de ja, vanaf 1922. Ja, de kalkeneuzen. Ja, 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 klopt, ja. Ja, dat is echt nog een nostalgie, hè? Kalkeneuzen, ja. Ja, ja. Goh, zeg. En dan wil je even kijken hoe of wat. Ja, ja, er is veel veranderd, hè? Ja, zeker weten. Ja, ja. Ja. Maar ja, toch mooi dat u dat nog mee mag maken, weten, hè? Ja. Allemaal, ja, dus dat van vroeger. Ja, allemaal van vroeger, ja. Het was leuk werken met PDT, maar op een zeker moment, ja, toen ben ik naar de dokter gegaan, dan zegt de dokter tegen mij van, je bent overspannen. Hij zegt, ik kan je wat pillen geven. Hij zegt, daar heb je niks aan. Hij zegt, weet je wat het is? Het is carnaval, gaan we lekker carnaval vieren. En ja, ik kwam bij mijn zwager thuis en ik vertelde dat. En hij zei, nou dan gaan we eens vieren. Dan neem ik de vrouw mee, ja, mijn vrouw. En zo, ja, zo ben ik in de carnavalsgebeuren terechtgekomen. Ik wacht thuis als een bezoek en zei, daar ben ik weer. Vandaag voel ik mij niet zo goed, want alles doet mij zeer. Hij heeft mij grondig onderzocht en zei, een raar geval. Zet toch je zorgen eens of zij vier eens goed carnaval. Drie dagen carnaval, drie dagen veel plezier. Drie dagen geen gezeur, maar veel vertier. Drie dagen dolle pret, drie dagen leut en gein. Drie dagen carnaval in Sassendonk is fijn. Nou, toen hij overspannen was, dan was er geen huis met hem te houden. Als je het lepeltje verkeerd bij zijn kopje lei, was hij al boos. En ik was blij dat de dokter toen zei, gaan jullie er maar eens uit, gaan jullie maar carnaval vieren. En we gingen altijd al naar feestavonden waar het bal na was, dus feestvieren was voor ons geen onbekend iets. We hebben die dag een ontzettende lol gehad met z'n vieren, maar kwamen er wel achter dat je eigenlijk bij een groep hoorde, dat je dan niet als eenling of tweeling door een zaal heen liep te banjeren. En zo zijn we dus bij die verenigingen gekomen en ik vond het hartstikke leuk. En ik heb van het begin af aan altijd meegedaan en altijd achter hen gestaan, ook toen hij prins werd. Henk en ik hebben ook nog samen 25 jaar Thomas Vaar en Pieternel gedaan. Als we ergens waren, dan was het... Hoi, stil, Thomas Vaar staat achter je. Let op, Pieternel is in de buurt. Want wij schreven alles in een boekje en dan maakte Henk dus een heel boekwerk van en dan met Nieuwjaarsdag, met de nieuwjaarsreceptie, brachten wij dat met z'n tweeën in kostuum ten tonele. Eerst voor onze eigen vereniging en later vonden ze het zo leuk dat alle verenigingen van Zwolle die vonden dat wij dat wat moesten doen voor de gezamenlijke vereniging. Wij hebben dat samen 20 jaar gedaan. Ik was in het begin was ik wel lid van verschillende carnavalverenigingen. De Heilubbers, de Oerwappers, de Gleuvenschroevers, de Tonnenzotters, noem maar op. Ik kwam bij de Oerwappers eerst in de Raad van Elf. En toen ik in de Raad van Elf kwam, toen kwam Johan Dollekamp een keer bij me en zei van, ze willen jou in de prins maken volgend jaar. Heb je daar zin aan? Nou ja, en dat heb ik gedaan. En toen heb ik een vol jaar meegenomen in het jaar 1979, 1980. Ben ik prins Hendrik geweest bij de Oerwappers. Toen ben ik echt goed gaan zingen. Toen ben ik geprobeerd liedjes te maken op het carnavalsgebeuren. En toen kwam ik in contact met Willy Oosterhuis. Hij zei, heb je ook een artiestennaam? Ik zei, nee, ik heb geen artiestennaam. Hij zei, je moet een artiestennaam hebben. Hij zei, wat verzint me wat? Ik zei, nou, noem je maar zoals Riks. Mijn vader heet Riks, in Zoveelkoop. Ik zei, dat doe ik ook mijn vader, zoals Riks. Nou, en die naam zoals Riks is altijd zo gebleven. Op nummer 8, zoals Riks, pak microfoon. Microfoon voor zoals Riks. Wie had hem al eerder? Kumpus Zwolle, heel Zwolle is te gek met zoals Riks. En op stap, op stap, op stap. Altijd weekend lang.
bij. Buik is lekker stappen in de stad. Dat kost wel weer een dag. Wij gaan ook naar een leuke kroeg. Daar is altijd vertier. En genieten dan ook weer volop van een glas kuimen bier. Op stap, op stap, op stap. Op stap, we stappen naar de dam. Dat is toch niet zo raar, want de beeldjes staan al klaar. Albert Riesen, heb ik een heleboel aan te danken gehad. Als ik dan een plaatje had, een nieuw plaatje gemaakt had, dan stuurde ik dat plaatje naar hem toe. En dan zei ik, ik heb een nieuw plaatje gemaakt, ja, kan er wat mee? Nou, en dan de volgende keer dan luisterde ik aan de radio en dan hoorde ik weer van, ik kom de Zwolse Riks aan. En hij zei, je bent niet op de single letten, maar je zingt nog mooi. we konden een liedje opsturen met de wijde dier van de Zwolse Pebeleus. Ja, de advertentie in de kranten staat en je kon een liedje opsturen. En ik heb mijn liedje gevallen met de wind in de rug van de wind in de rug van de Ierse. Met de wind in de rug van de Ierse brug, jongen, wat een fijn gevoel was dat. Met de wind in de rug van de Ierse brug. De Ierse brug, een goede brug, die oude de Ierse ligt. En uit van de andere kant komt, is alle zo in zicht. En is een echte oude brug met een geschiedenis. En je van alle mensen maak je dat te lang niet bezig. Met de wind in de rug van de Ierse brug. Nee, ongedacht de tijd gaat u verdacht. Met de wind in de rug van de Ierse brug. In de oorlog is hij opgezond, dan lag hij toegeknakt. De boog die was toen helemaal stuk en onderin gezakt. Die kon er nog wel over en we niet meer zouden doen. Er was een overgang gemaakt, daar moest je het maar mee doen. En met de wind in de rug van de IJssel.